streekvervoer weer ontregeld door stakingen. Kinderen mogen met hun knuffel naar het ziekenhuis. En Appelpop blijft ook dit jaar gratis toegankelijk. Het is vandaag dag 1 van de stakingen in het streekvervoer, die naar verluidt de hele werkweek zullen duren. Hierdoor zullen vooral bussen, maar ook af en toe treinen uitvallen van regionale vervoerders. Omdat niet alle chauffeurs zijn aangesloten bij een vakbond, is het lastig te voorspellen welke bussen er wel en niet rijden. Dat werd ook vanochtend duidelijk op een busstation in Nijmegen. Ik heb geen idee wat er wel en niet rijdt. Want de bus die je normaal neemt, die is niet op komende dagen? Dat staat er nog niet, nee. Helaas niet. Ik had de laatste sprinter naar het Centraal Station. En ik kom hier weer met een sprinter vast te staan op het Centraal Station. Eigenlijk zou mijn bus nu komen, maar die staat er nog niet. Gaan jouw bussen wel gewoon? Ik probeer er eentje te pakken, 300 in ieder geval. Maar ik zal even wachten of die gaat. Wat vind je ervan dat er wordt gestaakt? Ja, goed. Ja. Nee, die mensen moeten ook gewoon hun dingen verdienen. Dat is ook wel lastig voor het bedrijf, maar ja, ik vind het goed voor de mensen dat ze doen. Ja, ze doen het in ieder geval met een reden. Maar ja. Het geeft wel een hoop ellende mee, als ik eerlijk ben. Ja, ja, vertel. Ja, normaal pakken we direct de bus bij ons thuis in de buurt en die gaat gewoon naar school. En nu het is een beetje hopen welke er rijdt, hè? Ik vind dat moeilijk. Ja. Ik snap het, maar ik vind het ook vervelend. Ik bedoel, het heeft aan beide kanten zijn pijn. Ja. Vervelend. Ja, sommige mensen moeten gewoon naar werk en naar school. Sommige mensen zijn afhankelijk van de bus. Weet je, ik snap het van hun kant op zich wel, maar volgens mij hadden ze zelfs al een deal dat ze al loonsverhoging kregen, was er niet genoeg, hè? Afgelopen weken legde het streekvervoer al meermaals wat werk neer voor een betere cao. En na het indienen van het ultimatum liet de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer al weten dat het cao-voorstel wat voor ligt komt te vervallen als de bonden overgaan tot de staking. Omdat er verder niet meer werd gereageerd op het ultimatum is besloten deze vijfdaagse staking af te kondigen. Dat betekent dus ook dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel om de cao-bespreking weer van voren af aan te beginnen. Ja, waarom staken we? Omdat wij... Kijk, het verschil is dat we nu met twee partijen... We zitten nu voor de... Het is een beetje technisch, maar voor de CO 2023 te onderhandelen. Dus dat is een iets andere situatie. En vandaar dat we nu ook gewoon met beide bonden, zowel CNV als FNV, ook gewoon gezamenlijk optrekken. En dus gewoon... Ja, nu zoiets hebben van ja, we gaan gewoon als werkgevers ja, geen gehoor willen geven aan onze eisen. Ja, dan zijn we wel genoodzaakt om actie te voeren. En wat moet er dan voor jullie gebeuren om niet nog een volgende staking te plannen? Nou, kijk, werkgevers weten heel goed wat zij, waar onze belangrijke punten liggen. Dus ze moeten daarover met ons in gesprek gaan. Het betreft werkdruk die hoog is, heel hoog is. Arbeidsomstandigheden, loon en ook een goede ouderenregeling. Dat zijn gewoon de belangrijke punten waar ze ons op tegemoet moeten komen. De geluiden zijn natuurlijk niet super positief, want mensen die moeten naar hun werk toe en naar hun studie. Hebben jullie ook wel eens gedacht over een andere manier dan staken? Ja, nee, we hebben in het verleden hebben we wel ons publiek-vriendelijke acties gedaan. En dan hebben we gewoon hebben we mensen gratis vervoerd. Maar als we dat deden, zeiden de werkgevers van ja, weet je, jullie doen je werk niet goed. Dus we vinden dat jullie staken. Dus je krijgt gewoon je loon niet. Dus dan denken we, ja, weet je, als dat de manier van doen is, ja, dan rest ons weinig anders dan ook gelijk het hele werk neerleggen. We vinden het ook vervelend voor de passagiers, maar ja, soms dan kun je helaas niet anders. Ja, het is vandaag en morgen Teddybeerdag in het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Kinderen mogen met een knuffel naar de dokter en zo leren ze dat een ziekenhuis echt niet eng is. En voor de studenten geneeskunde is het meteen ook een goede les. Je knuffels. Gaan we zeker weten dat ze beter worden. Nou, we zijn vandaag bezig met de Teddybeer Hospital dagen. En dat houdt eigenlijk in dat er vandaag heel wat kleuterklassen naar ons toe komen om hun zieke knuffel beter te maken. Ze is ook hier gewond geraakt, hè? Nee, niet een wond, maar dat was lang geleden. Maar dat gaan we allemaal onderzoeken. Wat is er allemaal fout? Je ogen is pijn. Oogpijn, heeft hij dat ook? En op Teddybeerdag heet een van de studenten toevallig ook Teddy.
De beer heeft een beetje pijn. Hij is gevallen. Ja. Dus Daantje, verband hem even. Je ziet het ook echt. Ze kwamen heel verlegen binnen. En langzamerhand beginnen ze zich steeds zelfverzekerder te voelen. En helemaal in de rol als arts eigenlijk te mogen meedoen. Dus dat is heel leuk. En vaak hebben kinderen daar ook wel wat angsten voor. En wij hopen eigenlijk met deze hele fijne eerste ervaring voor de kinderen dat ze wat minder angst krijgen voor het ziekenhuis. Het is in alle opzichten educatief. We leren zelf ook heel veel van deze dag, een beetje met kinderen omgaan. Zodat het echt natuurlijk hartstikke leuk is om dit soort dingen te organiseren en je steentje bij te kunnen dragen. Ja, en verder, ik vind het gewoon superleuk met de kinderen en je leert echt heel erg veel qua omgang ervan. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws, de rol van vrouwen in de middeleeuwen. Volgens sommigen was het in die tijd echt een wijvenwereld. Het festival Appelpop wil ook in 2023 gratis toegankelijk blijven, ondanks dat de prijzen door de inflatie stijgen. Dat zegt voorzitter Kees van Keulen van de organiserende stichting. De meeste inkomsten worden via eten en drinken betaald door het festivalpubliek. Om gratis toegang te behouden zal ook hier een tariefverhoging plaatsvinden. Waar een consumptie bijvoorbeeld eerst €3,50 was, komen er nu een paar dubbeltjes bij. Het tweedaagse festival in Tiel wordt dit jaar gehouden op vrijdag 8 en zaterdag 9 september. Het project Warme Kamers van het Leger des Heils is landelijk een groot succes en daarom een tijd terug ook verlengd tot en met 1 maart. Dat geldt ook in de regio Nijmegen, met name voor de gemeente Overbetuwe, waar maar liefst 14 warme kamers zijn gevestigd. Warme kamers zijn een soort openbare woonkamers waar mensen de warmte kunnen opzoeken als ze zelf de energierekening niet meer kunnen betalen. Dat Overbetuwe eruit springt hangt waarschijnlijk samen met de overwegend christelijke signatuur van deze gemeente. Het Lexusphere, de pont tussen Randwijk en Wageningen, is niet meer zo populair onder de automobilisten. Dat meldt Dagblad de Gelderlander. In 2019 maakten nog zo'n 245.000 vierwielers gebruik van de veerdienst. In 2022 was het aantal al met 22% afgenomen. Het aantal fietsers daarentegen is in dezelfde periode juist met 4% gestegen. De coronapandemie wordt als vermoedelijke oorzaak gezien voor deze verschuiving. Automobilisten tussen Randwijk en Wageningen die geen gebruik maken van het Lexusphere moeten omrijden via de A50 bij Heteren. Ja, als je het hebt over de donkere periode waarin geweld regeert en mannen de samenleving domineren, dan denk je misschien wel aan de middeleeuwen. Maar over vrouwen uit die tijd hoor je maar weinig. Wat was hun rol en hoe zagen die vrouwen er eigenlijk uit? In Kasteel Wijchen was er zondagmiddag een middeleeuws modeshow als onderdeel van de tentoonstelling Wijvenwereld. Nog even de puntjes op de i zetten en dan is Maaike helemaal klaar voor de middeleeuwse modeshow. Dit zit zo te pakken straat. Ja, even wel. Dat zit prima. Zit het warm? Ja, dat wel. Het is lekker warm. De catwalk is onderdeel van de expositie Wijvenwereld. Daarin wordt eigenlijk de positie van de vrouw in de late middeleeuwen belicht. Er wordt altijd gedacht die donkere middeleeuwen en daarin is de man dominant. Maar die vrouwen hadden eigenlijk veel meer te vertellen dan we altijd dachten. De positie van vrouwen wordt in de tentoonstelling belicht door middel van verhalen, objecten en kleding. De gebroeders van Limburg die hebben miniaturen geschilderd waarop af te lezen is welke kleding in die tijd gedragen werd. En op basis van die afbeeldingen heeft het kledingatelier van de gebroeders van Limburg de kleding nagemaakt. Niet alleen voor de expositie, maar ook voor de eenmalige modeshow. We zien hier een dame in een prachtige blauwe zijde japon. Mooi bestempeld met gouden kroontjes erop. Nou, u ziet het al, dit is echt het toonbeeld van luxe. Zij draagt een mooi zwart zijde jurk over een witte zijde onderjurk. Opvallend is de hanen op haar hoofd met een zijde sjaaltje afgezet. En met pijltjes erop, de pijltjes zijn ook rondom vastgemaakt. Mooie bezoekers hebben genoten van de show. Nou, wat mij het meeste indruk heeft gemaakt, dat waren enkele gewaden van die dames. Hoe ze zich daarmee kunnen bewegen, lopen. En met name als ze dan op een gegeven moment ook nog op een paard op een dameszadel moeten gaan zitten. Ik had dat wel eens willen zien hoe ze dat in de praktijk uitvoeren. Om er op zo'n paard te komen en er weer af te komen zonder te vallen of wat dan ook. Zou u zelf zo'n jurk willen dragen? Nou, op een avondje misschien eens. Maar verder is het niet handig. Ik zie me niet komen bij Albert Heijn. Of... Ik ben nog nooit naar een modeshow geweest. Laat staan naar een modeshow met middeleeuwse kleding. Ik vond het heel interessant. De tentoonstelling Wijvenwereld is nog tot en met 7 mei te zien in het Wijchense kasteel.
De tentoonstelling Wijvenwereld is nog tot en met 7 mei te zien in het Wiegers Kasteel. En dan sport, want NEC speelde gisteren uit in Deventer bij de Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Rogier Meijer had het er maar lastig. Go Ahead scoorde al in de eerste helft de 1-0, wat ook de eindstand was. En NEC creëerde zelf helemaal niets. Trainer Rogier Meijer was dan ook niet tevreden. Ja, kijk, je begint een wedstrijd op 2 manieren. Als je de bal niet hebt, nou, dan moet je zorgen dat je tegen deze ploeg je duels pakt. Nou, daar zijn we niet goed mee begonnen. En als je de bal wel hebt, ja, dan moet je ook zorgen dat je het overtal wat je achterin hebt bijvoorbeeld uitspeelt. En dat je beweging hebt, dynamisch bent. Nou, dat was in de eerste helft onder de maat. Hè. Heel slordig, vaak de verkeerde kant op in de opbouw. Ja, dan wordt het ook lastig om onder de druk uit te voetballen. En dan kom je veel in de duels. Ja, en als je die dan niet wint, dan zonder dat we echt kans weggeven, dan heb je niet het gevoel dat je controle hebt van de wedstrijd. Ja, het gaat weer de goede kant op met het weer. Vanochtend start de dag nog wat grijs en fris, maar laat op de dag kregen we op steeds meer plekken de zon te zien. Met een graad of 7 was het ook niet erg koud. De komende dagen zakt de temperatuur wel weer wat verder terug. Na een heldere nacht met een paar graden vorst zal de dinsdag volop zonnig verlopen. Er zijn hooguit wat sluierwolken aanwezig, maar die houden het zonlicht niet tegen. Temperatuur blijft hierbij steken op een graad of 5. Ook de dagen erna zullen lekker zonnig verlopen. Er is hooguit in de ochtend kans op wat nevel of mist, maar dat zal snel wegtrekken en ruimte voor de zon gaan maken. Temperaturen overdag blijven stabiel rond een graad of 5. In de nacht kan het met min 5 matig gaan vriezen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons natuurlijk ook even op Facebook, Twitter en Instagram. En nu kun je kijken naar een gloednieuwe aflevering van De Streek In. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!